De economie is niet in een dal beland. Er is een zekere mate van stabiliteit bewerkstelligd. Dit zei minister Saskia Walde van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie dinsdag aan journalisten. De bewindsvrouwe doet deze uitspraak op basis van haar bevindingen na evaluatie van 1 jaar regering Santokki Brunswijk. Wij hebben geconstateerd, zoals het statistiekbureau heeft vastgesteld, wij hebben een jaar inflatie nu van circa 48%. En 48% betekent dat sommige goederen met meer dan 48% zijn gestegen in prijs en andere met minder, want er wordt een gemiddelde inflatie. En op grond daarvan kunnen we zeggen van, ja, als we kijken van de koers, de centrale bankkoers, dan meer dan het dubbele is. En dat de inflatie niet 100% is of 200%, dan kunnen we zeggen dat met het goed beleid dat de regering voert, dat er toch wel bepaalde stabiliteit is gecreëerd. De economie is niet in een crash beland, dus op grond daarvan. Walden zegt verder dat eraan gewerkt wordt om levensmiddelen betaalbaar te houden. Om dit te bewerkstelligen wordt er met het ministerie van Sociale Zaken en Landbouw, Veeteelt en Visserij samengewerkt. De minister zegt dat er garantie geboden wordt dat de samenleving het hoofd boven water zal kunnen houden in deze economische crisis. Volgens haar is het niet de bedoeling dat brandstofprijzen verder zullen stijgen. U weet, de brandstofprijzen zijn afhankelijk van 1 factor wereldmarktprijs, factor valutakoers. En we verwachten dat met het goed beleid natuurlijk de koers zal dalen. De wereldmarktprijzen, dat kunnen we niet controleren, beheersen. Maar factor wereldmarktprijs. En als we een lagere koers hebben, zeg voor de US dollar, dan zal de prijs dan ook in verhouding daarmee dalen. Minister Walden geeft tenslotte aan dat indien er in de toekomst geen lagere dollarkoers wordt gehanteerd en de wereldmarktprijzen stijgen, er een andere situatie ontstaat. Wat het effect dan zal zijn, kan zij nu niet aangeven. Volgens Walden zal er dan in ieder geval gewerkt worden aan de lokale productieontwikkeling.